Ik ben net klaar met de film kijken. Ik open mijn social media. Ik bekijk mijn mails. En ik heb een mail van YouTube. Wat nooit positief is. Ik zie dat ik 4 auteurrechtclaims heb op de video van gisteren. En dat allemaal om fucking 2 uur 's nachts. Slaap wel. Ik heb morgen, of laten we zeggen vandaag, een economie-examen. Yo, slaap wel. Zo zag mijn avond er gisteren dus uit. Ik ben net terug van mijn examen. Ja. Vandaag gaan we dus een nieuwe video maken. Dames en heren, ik ben super hyped om deze video te maken. Mijn haar is ook super hyped om deze... Ik ga een pet aan doen. Kak. Fuck. Dames en heren, mijn telefoon is gevallen. Dit is geen grapje, mijn telefoon is gevallen. En hij ligt met zijn scherm op de grond. Kijk, er is niks aan, denk ik. Hij werkt nog. Safe! Mijn koptelefoon ligt in de prullenmand. Super chill. Yay, let's go. Fucking hell. Oké, dus dames en heren, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het heel speciaal, want ik heb iets gevonden. Het is geweldig. Dikke shout naar Evita en Mathies om mij ermee te helpen. En ze hebben me dit getoond. Dames en heren, dit is fucking fanfiction. Dus zijn serieus, dus jullie die verhalen over mij en over fucking veel andere dingen hebben geschreven. Is het, zijn dat allemaal 2 verhalen? Nee, eigenlijk echt niet. Het zijn er fucking veel. En als ik zeg fucking veel, dan overdrijf ik nog niet eens, want het zijn er echt superveel. En we gaan er een paar lezen. Dus dames en heren, neem ze zeker een koekje en een drankje. Doe dat niet. En als je het toch doet, dan hoop ik dat je erin stekt. Zei vroeger altijd tegen mijn kijkers, yo. Welkom bij deze video. Als je wil genieten, neem een lekkere koekje en een drankje. Geniet. Al bij deze, neem lekker een koekje en een drankje. Stek in fucking eten. Dus dames en heren, laten we er maar aan beginnen. Mijn naam is Acid. En ik zou zeggen, let's read some fucking fanfiction. Let's go. Is het? Ga je nu gewoon fucking boeken voorlezen? Nee, tuurlijk niet, what the fuck? Ik kan niet eens lezen. Dus let's go. Dit verhaal noemt Jealous, Acid en Geo. Oké. Grappige fanfiction is dus altijd dat het volledig nergens op slaat. Moira was 17-jarig meisje, woonde in Antwerpen. Ze had 1 beste vriend, Nathan. Wie de fuck is Moira? Nog nooit van gehoord. Wat is fanfiction? Dus we gaan het eens lezen. We gaan het verhaal lezen. Geo POV. Dus dat is dan de point of view van Geo. Wij zeggen mailen, ja, het blevende verteller. Blablabla, bullshit. Ze is fuck knap. Dacht ik bij mezelf. Deze shit staat vol met schrijffouten, maar dat boeit niets. Ik vertelde aan haar dat ik een YouTuber was. Dus ik dacht dat ze een kijker was. Tot ik zag dat ze met iets Of ik kan niet lezen of dit staat echt vol met schrijffouten. No! Ze haalde haar handen achter haar rug weg en ineens waren ze voor mij. We nemen een ander verhaal, ik snap hier niks van. Ik kan niet lezen. Dit is dan een verhaal over mij en de volledige squad. Dus dit verhaal gaat wel even geleden geschreven zijn. Het gaat over mij, Gio, Ties en Ryan. Vandaag was de dag. Vandaag begon school weer. Veel werk aan de winkel. Ik hoop dat ik nog tijd overhoud voor mijn vriendin. Heb ik een vriendin? Oké, fanfiction. Maar goed, school gaat helaas voor. Als je mij kijkt, dan weet je dat school niet voorgaat op YouTube, maar oké. Nathan loopt naar beneden en smeert zijn brood. Ik smeer nooit fucking brood. Hij pakt zijn schoolboeken en pakt ze in. Hij pakt zijn schoolboeken en gooit ze weg. Shit. Ping. Hey, een berichtje van mijn vriendin. Ik hoop dat ik je snel weer kan zien. Mis je echt. Hartje. Succes vandaag. XOXO Elise. Mijn vriendin heet dus Elise. Hallo, Elise. Geen flauw idee wie je bent, maar je bent dus mijn vriendin. Hey schat, met Nathan. Tuurlijk, als je een bericht stuurt dat... Mijn oma stuurt altijd berichten en dan zet ze op het einde van oma. Oma, I know who you are. Hey schat, met Nathan. Mis je heel erg. Jij ook veel succes op school. Kusjes, Nathan. Ik spreek nooit zo op sms. SMS bijna nooit, maar oké. Als ik tegen een meisje spreek, dan is het echt fucking strijd. Ik ga nooit kusjes zeggen, nooit hartjes sturen, yo. I'm the real guy. If you wanna talk to me, come to my house and we can talk. Ja, oké, we doen verder. Geo's point of view. Zo, die tweet is eruit. Het is 8 uur en ik begin het eerste uur. Nou ja, ik kom wel te laat.
Vandaag kom ik Ties weer tegen na die lange vakantie. Ik dacht best wel veel aan hem in de vakantie. Gio, you gay or not? Gio kijkt naar de foto van hem en Ties. Wow, die foto is lang geleden, maar wel een van de leukste foto's. Het is fucking legendary. We gaan nog een andere lezen. Echt, ik had nooit gedacht dat ik fanfiction zou hebben. Het is fucking hilarisch. Is dit, oftewel Nathan van der Gunst, is een Belgische YouTuber die de Kids Chosse. fucking Chosse. Award hebt gewonnen. Met zijn mee. Oké, maar dit staat. Hier zijn te veel fouten. En I can't read this. Sorry man, good fanfiction. Maar ik kan niet zo goed tegen schrijffouten. Dan klopt er iets niet in mijn hoofd. Dus dit boek noemt Texting Acid. Het is 4000 keer gereden. What the fuck? 27. Wow, yo. Dit is een fucking lang boek. Het is al fucking veel gereden. Wow, ik dacht daar niemand op deze site zat. Holy shit. Kijk, dit is echt zo'n vertellend perspectief. Waar je gewoon heel de tijd zo dialoogjes hebt. Maar ik wil naar het stukje waar ik in zit. Dat ging sneller dan verwacht, zegt de andere jongen die zich nog niet had voorgesteld. Ik ben Ryan trouwens. Hey, het is gewoon random shit. Holy shit, er staat gewoon fanfiction van iedereen op, zie ik er ook aan de zijkant. Impossible Love. Oké, we gaan Impossible Love lezen. Geweldige ding ook. 16-jarige Ilona heeft dit erg moeilijk. Ze wordt namelijk gepest. Er is iemand die haar durft helpen. Want Job, de leider van de pestgroep, is erg populair. Holy shit, die stille verwijzing. Laat doe maar gamen. Niemand durft tegen hem in te gaan. Ilona staat er dus helemaal alleen voor. Maar er is één iemand die haar recht houdt. Zonder dat hij het zelf weet. Dat is Nathan. Door de meester gekend als Acid. Kom schatje, geef het maar. Of wil je soms nog een trap? Holy shit, Job. Je mishandelt geen meisjes. Job balt zijn vuisten en kijkt het groepje jongens achter hem aan. Lieve, lieve Ilona, zegt hij. Oh, weet je wat ze zeggen? Ik kijk hem angstig aan. Mijn hart bonkt van paniek. Ik wil hier weg. Job rukt het geld uit mijn handen en laat me alleen achter. Het bloed druipt uit mijn neus op de grond. Ik word duizelig en het volgende moment wordt alles zwart. Holy shit. Job, je kan geen meisjes mishandelen. Dat kan echt niet. Ik word wakker en ben nog steeds op de plaats waar Job me achterliet. Het is al laat en het enige licht dat ik zie is het schijnen van de maan. Mijn neus is gestopt met bloeden. Maar mijn t-shirt zit onder de rode vlekken. Ik denk dat dit een fake prank is. Ik denk dat dit gewoon het verhaal is over een soort van prank die is opgenomen, maar het ging fout. En ja, toen is dit gebeurd. Maar ik heb toch één favoriete boek en dat is deze. Hashtag gekkies forever. Dit verhaal gaat over een groep internetvrienden die samen in een huis gaan wonen. Maar gaat dat goed? Nee, dat gaat fucking fout. Hashtag gekkie. Met z'n 24 in een huis. Hoe kan je ooit met 24 mensen in een huis wonen? What the fuck? De beste zomer ooit, Acid. Oh, er wordt aangebeld. Even, ik ga even naar de bel. Dames en heren, het was dus de kuisvrouw. Ik meen het, deze verhalen zijn echt super serieus geschreven. Dat is echt gewoon gemeend. Rick moest lachen om Nathan's reactie. Samen met Nathan liep ik naar mijn vrienden. Hij kon het meteen goed vinden met hen. Nathan is goed in vrienden maken. I love it. Dus dames en heren, vinden jullie dit nu leuk als ik gewoon een beetje fanfiction ga lezen en er een beetje domme opmerkingen ga bijmaken? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ga morgen in de video van morgen bekendmaken wie dat Overwatch ding heeft gewonnen. Want door school en door examens en door alles was ik een beetje vergeten, dus ik ga dat nu doen en dat komt in de video van morgen, dus oké. Bedankt voor het kijken naar deze video, vond jij het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen tot de volgende keer. Adios, bitches. Yeah. Oh.